Doe iets wat niemand heeft gedaan. Doe gewoon iets wat niemand nog doet. Alleen dan valt het op. En alleen dan, ja, dan gaan mensen dat echt pushen. Anders, ja, ben je 13 in een dozijn, zeg maar. Ik vind het belangrijk dus dat de ADE aandacht besteedt aan artiesten die in het buitenland willen doorbreken. Omdat we ook veel meer zien dat er meer successen in het buitenland door Nederlandse artiesten behaald worden. Als je kijkt naar Murder Turk, staat volgens mij op nummer 1 in Turkije. Polska gaat super lekker in Polen. Ik ga lekker in Duitsland. En zij zijn Turk, Pol en ik ben geen Duitser. Ik ben een kind van de duivel, mama, jij hoeft niet te huilen. Nee, het is mooi man, ik denk dat Nederlandse muziek gewoon echt super aan het groeien is. En ook de Nederlandstalige muziek zelf. En waar ik het wel naartoe zie groeien is eigenlijk dat er ook gewoon echt Nederlandse muziek wordt geluisterd in het buitenland. Net zoals dat wij naar Stromae luisteren of weet ik veel wat. Dat gebeurt hier wel op de radio. Buitenland volgens mij nog niet echt. Het zou heel tof zijn als het daarheen gaat. Ik vind het goed dat dit onderwerp wordt behandeld, omdat er een steeds meer groeiende urban scene in Nederland is. En ze best wel een significante sound hebben wereldwijd. In de bovenzaal is er een talk. En daar ga ik het hebben over als artiest in het buitenland werken en daar een netwerk opbouwen en hoe het voor mij is gegaan. En dat doe ik samen met Mucky, een andere producer uit Rotterdam. De track die ik met Wiley heb uitgebracht, die heeft heel veel deuren geopend. En dan ga ik daar wel stappen mee ondernemen. Bosie, Bosie, Godfather, man a OG, man a half humble, man a Bosie. Fling a rag a rhythm like it's so free. Maar ik heb het wel met de gedachte gemaakt dat het wat, ja, grote publiek zou aanspreken. Het is eigenlijk Nederlandse saus met een Engelse saus. En wat hier werkt, heb ik in Engeland geprobeerd en het werkte. Gelukkig. Ik was altijd al, ik was vroeger een DJ. Ik draaide ik kwam op een gegeven moment op een punt in mijn leven dat ik een keuze moest maken van wil je een carrière hebben in de muziekindustrie als een artiest of achter de schermen. En ik was altijd een guy achter de schermen. En zo ben ik langzamerhand erin gerold en een netwerk opgebouwd. En onderaan begonnen en op een gegeven moment langzamerhand stap gemaakt. Mijn eerste stap naar het buitenland was denk ik België. Dat was echt een hele ervaring, omdat de hele business zat anders in elkaar, ook al is het maar 2 uur rijden. Mensen qua muziekstijl lopen daar misschien een klein beetje achter. Of ze kijken af van Nederland en het komt daar iets later binnen. De social media daar is heel anders, andere dingen zijn belangrijk. Facebook chat is nog steeds populairder dan WhatsApp. Zo heb je nog allemaal voorbeelden. Tips voor Nederlandse DJ's en producers die graag internationaal willen doorbreken zijn: doe iets wat niemand heeft gedaan, zodat mensen kunnen zeggen: hey, ik heb een DJ uit Nederland ontdekt, producer uit Nederland. Sound is crazy man, het lijkt een beetje op dit, maar het is toch net iets anders. Weet je, doe gewoon iets wat niemand nog doet. Alleen dan valt het op en alleen dan, dan gaan mensen dat echt pushen. Anders, ja, ben je 13 in een dozijn. Het is nooit makkelijk om door te breken, want je weet niet wanneer of hoe je doorbreekt. Maar je kan wel consistent door blijven werken in één ding en dat, ja, hopen dat dat op wordt gepikt. Het is heel belangrijk dat je de juiste mensen vindt die in jouw visie geloven, zeg maar. En in jouw sound geloven en in datgene wat je aan het doen bent. Als je dat vindt, ja, dan gaat het gewoon werken. Vroeg of laat. Dank jullie wel.